Bobby, waar zijn we? In Plaswijk Park. Yay. Met jullie. Hey jullie. Hi. Zonder oma Remco. Ja, oma Remco is er niet bij, hè? Nee. Hoezo eigenlijk niet? Oma Remco gaat voor ons eten zorgen. Wat een luxe. Dat is een heel luxe. Ja, hè? Twee papa's. Ja, dat valt nu even weg, hè? Twee met water. Mm-hmm. En drie op. Oh nee, er zijn er zes. Ja, daar zit er ook nog eentje. Spreekt alles van. Maar eentje is van. Een beverrat. Die zijn dus links. Oh, hier. Heb je er. Mooi, ook om naar te kijken naar die beesten. Oh, mooi takken. Nee, hij kijkt. Vind je ze leuk? Wat zie je? Ja, zie je. Wat zijn dat? Moet je kijken, hij wijst. Oh, een lang, lelijk ding, hè? Die staat er. Oh, ga lekker trekken. Oh ja, kijk daar. Oh, kijk. Wat zie je, Poppy? Wat is hij aan het doen? Een takje aan het eten. Een takje aan het eten. Een takje aan het eten. Echt waar? Ja. Ja, Ira, wat is dat? Een baby alpaca. Ja, wacht hoor, stop eens. Stop eens, stop eens. Dan maak ik nog maar even een foto voor je. Zo. Leuk, hè? Oh, wacht. Ze moeten uitgaan van de buiten weer. De baby alpaca! De baby alpaca! Hé, hey, die buiten kan ik een keer scheren. Leuk, hè, liefje? Ja. Mooi, hè? Dan moet je dat met hem niet doen. Bij hem is dat te koud. Hij staat zo lekker. Je was er precies onder, of niet? Is het lekker? Nee? Ja, maar lekker onder die sproeier staan, dan valt het wel mee. Ga samen onder de sproeiers. Poppie. Ja. Heb je lekker, lekker gewaterpretterd? Zwemmen. Nee. Nou, noem je dat zwemmen? Nee. Nee, daarom zeg ik gewaterpretterd. Waterpret gedaan. Waterpret gedaan. Ik heb wij hebben natte billen van het natte gras zitten. Ja, van het natte gras zitten. Maar dan gaan we de rest van het park nog even koekloeren. Hopelijk. Ja. Toch? Ja. En daar is meneertje Loan, die zit goed. Een beetje raar heeft. En die vond het water veel te koud. Snap ik wel. Het was ook koud water, hè? Heel koud. Woe!
De eerste keer, hè? Boink. Oh. Wat leuk. Martijn, ik zit in het schommelsteen! Normaal. Bijna. Misschien ook niet. Nou, ga maar Pops. Doei, liefie. Oh. Doei. Hey, hoi zeggen. Hey, zeg maar hoi. Het is al laat. Het is zondagavond. Huh? En je zit nog steeds in pyjama. Ja, hé. En papa is bezig voor jouw avondeten. Die ga ik er eens even bij halen. Het is helemaal niet handig wat ik nu doe. Ik kan beter gewoon wachten totdat hij klaar is met jouw eten. Ja, hè? Ja. Ja. Dan loop je stop met kind en camera. Allemaal moeilijk. Moeilijk. Ja, dus we gaan zo. Als we zitten, verder. Dan zeggen we. Goedenavond. Je hebt toch net al goedenavond gezegd? Ja, ik ben. Wij zitten. En het kind eet. Lekker. En die eet. En die eet. En die eet. Ook al later dan dat hij normaal eet, want het is geloof ik ergens 7 uur. Zoiets. Dus ja. Willen vanavond willen we nog een rondje, fietsen. Of fietsen, ja. Ik zeg al lopen. Fietsen, maar je wil heel graag lopen, maar ik ga niet lopen. Martijn heeft nog steeds last van zijn heup. Het laatste wat jullie net hebben gezien is denk ik een mini shot van Ira. Die wegfietst. Die wegfietste en daarna heb ik echt toegegeven aan een hele erge off-dag. Ja, je moet zo zien, kindje weg. Is mama even off. Uit haar doen. Mama even. Dat komt omdat we haar 2 weken niet gaan zien en ik heb het daar echt heel moeilijk mee. Ja, dus Neem heeft lekker lui op de bank gelegen. Ik heb lekker lui op de bank gelegen. Loan heeft ook. Loan heeft een hele lange middag dit gedaan. Ja, van 4 tot 6:30. Ja, ja, iets over 4 dan. Maar goed, dan gaan we gewoon eigenlijk op 2,5 uur om erbij. Ja. Dat is echt wel lang. Vandaar dat hij ook laat eet. De eerste 3 dagen, jongens, zijn echt hel. Vind ik wel. Ja, ik wil het niet zo noemen, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat doet echt even pijn. Ja. Maar goed. Dus dat is even off. En dan vanavond om in ieder geval nog buiten geweest te zijn. Ondanks dat de buitendeur open staat en dergelijke. En vanochtend even in de zon hebben gezeten. Nog toen ze er nog was. Ja. Willen we dus even nog een rondje fietsen. Ja. Dus dat gaan we straks doen. Nadat we gegeten hebben. Net even nog frisse wind. Ja. En dat je toch nog even actief bent geweest of zo. Soort van. Ja, is goed voor je. Ja. Dus dan dat eigenlijk. Ja. En dan, ik wil er niet aan denken, maar ja, het is misschien toch wel beter om jullie daar mee te nemen. Is onze vakantie voorbij? Moeten we morgen weer gaan werken. Ja. Dus ben jij morgen weer? Bij oma. Bij oma. Yay. Nou, hij is ook een beetje van ontdaan. Oh, nee. Yay. Ja, goed zo. Oh. Dus, dan gaat het eigenlijk allemaal weer op een normale manier beginnen. Zonder Pops. Zonder Pops. Maar die gaat lekker 2 weken genieten. Op vakantie. Op vakantie.
vakantie. Ze is weg. Ergens in Drenthe, volgens mij. En we gaan natuurlijk met haar video bellen, dus dat is wel heel fijn. Ja. En wat gaan wij? Wij gaan werken deze week. Het gewone... Gewoon het leven weer oppakken. Leventje gaat eigenlijk inderdaad weer beginnen. En we gaan jullie, denk ik, weer eens meenemen. Gewoon door de dag gaat. In de normale dagen. Dus dan zou je kunnen denken, oh, dat worden hele saaie vlogs. Ja, mogelijk wel. Maar met alles hoe het nu loopt, zijn er wel weer meer mogelijkheden tegenwoordig. Ja, dat we weer er hoort op kunnen. Dus we kunnen misschien jullie weer meenemen in wat leukere dingen. Ja, en zo. Want vakantie is dan wel over, maar de zomer nog niet. Want het zonnetje begint eindelijk een beetje door te breken. Ja, we gaan van de week nog wel even de eerste dagen regelen. Echt waar? Ja. Dan gaan we wel aanzetten. Ja. Hallo. Hallo. Wij hebben zojuist... Nee, ik wou anders beginnen. Oh. Het is maandag, het is dinsdag, het is woensdag, het is donderdag. We dachten natuurlijk, je kan al meer met nu alles wat soepeler wordt. Hadden we zondag gezegd. Ja, maar weet je, ik maar moest gewoon... Maar we moeten ook gewoon werken en zo, hè. En ik moest gewoon heel even uittreuren dat je Ira er gewoon niet was. Nee, daar hebben we best wel wat last van. Ja, nog steeds. Dus. Maar we hebben gisteren aan de telefoon gehad, dat was precies. Wel fijn. Precies, dat is wel fijn. Mm-hmm. Maar... Dan nu hetgene waarvoor dan wat we te vertellen hebben. De nieuwe bewoners van dit huis zijn net langs geweest. En best wel lang, want ze waren ongeveer 7:45 hier. We hadden gezegd, half 8, 8 uur, ergens rond die tijd. Het is nu 11:15. En ze zijn echt net weg. Ja. Hele gezellige mensen. Ja. Echt jong stijl ook. Zij is 21 en hij 26 of zo. Maar... Ontzettend leuk. Ook wel leuk om te weten wat zij van plan zijn met het huis. Ja. En dat is eigenlijk verbazingwekkend weinig. Ik had verwacht, die keuken gaat eruit. En alles gaat eruit. Alles gaat eruit. Waarom geen idee, maar dat gevoel. Gevoel, dat hadden gevoel we. Gewoon. En uiteindelijk de keuken blijft zitten. Ze gaan hem alleen een ander kleurtje geven, dus zo'n folie eroverheen. En verder wat wij met de nieuwe keuken ook willen gaan doen. Ja. En dan voor de rest blijft het voor wat het is. Nou, de badkamer en de wc zijn ze helemaal blij mee. Vinden ze mooie tegels. Ideaal. Dus de bijkeuken zullen ze misschien wat doen. Ja. Woonkamer gaan ze de muren gladstukken. En de andere vloer. Een andere vloer maar erin. Die snappen we. Terecht. Weet je, wij hebben ook gedacht om hier nog een visgraatvloer in te leggen. Nou, dat gaan zij dus doen, een lichte visgraatvloer. En ze gaan wat donkerdere muren doen. Ja. Dus eigenlijk wat wij in ons nieuwe huis gaan doen, gaan zij in dit huis doen. Dus wij zijn ontzettend benieuwd naar als dat af is. En we mogen komen kijken, hebben ze gezegd. Yay. Maar we hebben nu ook weer gezegd dat ze ook nog een keer hier mogen kijken voor de tijd van de sleutel en zo. Ja. Dus ik denk dat we het wederzijds gewoon gezellig contact proberen te houden op die wijze. Ja. Probeer zoveel mogelijk te vertellen van het huis wat ik weet wat hun kan helpen met verbouwing. Zodat je geen scheve gezichten kan krijgen. Precies dat. Daar probeer ik echt wel in mee te werken. Want ik heb daar zelf natuurlijk slechte ervaring mee met hoe wij het gekocht hebben. Mm-hmm. En nou, dat proberen we nu gewoon recht te trekken. Echt heel tenminste, leuk. Voor onszelf gewoon netjes af te handelen, laten we zo zeggen. Ik voel me wel een soort van bijna een beetje... Ouder? Ouder, ja. Omdat dit ons huis was en dat wordt nu hun eerste huis. En dan ga je zelf alweer een soort van doorstromen. Ja, aan de andere kant, zij is 21, dus het scheelt ook gewoon 9 jaar. Ja, het scheelt ook wel. Nee, maar dat is ook wel zo. Maar dat je wel... Dan... Bijna 9 jaar, moet ik zeggen. Ja, bijna. Dat merk ik wel aan mezelf, dat ik denk... Ja, maar je bent ook oud. Hou je mond! Ik scheel nog maar 8 jaar. Huh? Ik scheel maar 8 jaar. Ja, 8 jaar. Maar goed, ook wel weer leuk, want wat hun nu bereiken, dat hebben wij natuurlijk alweer gehad. Dus het is ook wel tijd voor ons om weer verder te gaan. En, moet wel zeggen, super lief, ze kwamen met een bloemetje. Ja, met een bloemetje. Ja, dat is wel grappig. Maar ze, ja, eigenlijk voor mij meer omdat ze blij zijn dat ze langs mochten komen en mochten kijken. Ze wilden het een en ander opmeten en zo. Uiteindelijk hebben ze haast niks gemeten en zeiden van, het is toch anders dan ik dacht. En... Ja. Nou goed, er zijn ook wel wat dingetjes op de lijst bijgekomen die moeten gebeuren. Mm-hmm. Zo zie je eigenlijk dan ook maar weer dat... Wij hebben natuurlijk toen de tijd 2 keer mogen bezichtigen. Ja. Die kansen krijg je tegenwoordig niet meer. En dat is wel zonde. Ik vind... Eigenlijk voor zulke mensen. Ik vind het eigenlijk een slechte zaak. Kijk, voor ons is het gunstig geweest nu. Met verkoop, tuurlijk. Ja. Als verkoper is het waanzinnig. Snel handelen en ze kunnen niet nadenken.
Want eerlijk is eerlijk, ze zei ook, ja, moesten wel snel beslissen. Ja, ja. Klopt. Het voordeel, ze kunnen niet nadenken. Dat is het stomme, hè? Ze maken een impuls. Ja, nee, nee, ja, maar bijna een impuls aankoop. Je maakt bijna een impuls aankoop van een gigantisch bedrag. Ja. Zeker aangezien ze waren nog niet eens echt zoekend naar een huis. Nee, dat is waar. Maar ze zijn wel heel blij met het en huis. Dan dit gekocht hebben en ze zijn er nu wel heel blij mee. Alleen, ze merken dan wel, oké, zitten toch wel wat dingetjes die wat anders, meer gedaan moeten worden dan verwacht. Al is het, wat ik wel begreep, geen probleem. En want het is meer een voorzetwandje, een gipswandje, even opnieuw plaatsen met wat isolatie. Dat soort dingetjes, het gladstukken, nou dat wisten ze dan al, dus dat is dan niet zo'n probleem. Dus dat valt dan nog wel mee op zich, dus dat is wel grappig. Het was leuk, het was, ik vind het ook leuk om dan... zeg maar je ervaringen en je verhaal, zeg maar. En het dan weer mee te kunnen geven aan een volgende. En wetend dat hun er ook weer allemaal herinneringen gaan maken. Ja. Het leukste, het allerleukste vind ik nog. Ze gaan er op dezelfde manier in als wij. Zij stond daar redelijk open in. Maar hij was heel simpel. 10 jaar. Ja. Nou, dat is exact wat ik zei. 10 jaar. Ja. Ik heb het niet gehaald. Dus ik ben benieuwd wat dat voor hen gaat worden. Ik denk het ook niet. Maar dat klopt niet. Nee. Maar goed, donderdagavond. Het is donderdagavond. Ik ga nog een coronaatje pakken. Nee, ik ga niet niezen. Nee, ik ga niet hoesten. Gewoon het biertje, geen zorgen. Ik ga nog lekker een wijntje pakken. En dan zien we jullie morgen. Doei!